Wel. Voorzitter, burgers in Nederland en de boerenfamilies die hier op de tribune zitten. En andere mensen natuurlijk ook. Ook de burgerfamilies overigens. Deze week meldde minister van Stikstof dat er opnieuw een fout in de top 100 ammoniakuitstoters zit. Dit keer met betrekking op de emissie die is toegewezen aan varkens- en pluimveestallen. Het is niet opnieuw. De fout zat er al in, sinds maart, vertelde het RIVM vanochtend, toen de eerste lijst ammoniakuitstoters werd gemaakt. De fout is nu pas ontdekt omdat boeren zienswijze indienden op een recent WO-verzoek en omdat BBB bij het ministerie van LNV aan de bel trok nadat ik signalen kreeg van boeren dat de lijst niet klopte met de dieraantallen, wat wij overigens gelijk al zeiden. De fout heeft maandenlang in de systemen van het RIVM gezeten en niet alleen in dit product, zoals RIVM het lijstje omschrijft, maar ook in andere producten. En welke dat zijn, dat weten we nog niet. Die informatie moet nog komen. Wat een grove blunder. En wat doet onze minister van Stikstof en Natuur? Ze neemt geen enkele verantwoordelijkheid zelf, maar gooit het RIVM gewoon voor de bus. Voorzitter, ik vind het onvergeeflijk. Deze minister is sinds haar aantreden totaal ongeschikt gebleken voor haar functie. De heer Remkes gaf haar en het kabinet niet voor niks een flinke draai om hun oren in zijn rapport. Eigenlijk was zijn kritiek een motie van afkeuring. En bij een motie van afkeuring dien je eigenlijk zelf op te stappen. En de minister deed dit niet. Voorzitter, zoals ik al heb aangekondigd, ik dien in de tweede termijn een motie van wantrouwen in. Deze minister moet wat BBB betreft weg. Laat haar collega, minister Adema, haar dossier maar overnemen. Voorzitter, het is stuitend dat een ondeugdelijk beleid dat zoveel rechtsstatelijke en persoonlijke gevolgen heeft, ook nog eens wordt gebaseerd op oude data. Van het RIVM begrepen we opnieuw dat zij werkt met cijfers over de veestapel uit 2018. En dat deze cijfers door LNV worden gebruikt voor beleid. 2018. Inmiddels zijn er 200.000 runderen minder, 1,2 miljoen varkens minder en bijna 10 miljoen kippen minder. En hoeveel reductie heeft dat al gegeven? Graag antwoord van de minister. Dank u wel. Interruptie van de heer Van Kampen, VVD. Ja, voorzitter, ik zou collega Van der Plas willen vragen wat eigenlijk haar vervolgprogramma is voor deze avond. Mevrouw Van der Plas. Nou, ik denk dat ik hier blijf zitten en meediscussieer en meedebatteer. De heer Van Kampen. Maar voorzitter, tot het einde van het debat, tot de voorzittershamer valt of eerder? Of hoe ziet het vervolgprogramma eruit? Ik heb geen enkel plan om eerder te vertrekken. Voorzitter, dan vraag ik me toch af wat dat voor zin heeft. Is het dan niet veel beter dat mevrouw Van der Plas andere belangrijke dingen gaat doen die het werk van ons als volksvertegenwoordiger vragen? Want het vertrouwen in de minister voor Natuur en Stikstof heeft ze toch al verloren. Ja, dus kan de minister, heeft het nog zin om te luisteren naar de beantwoording van de minister voor Natuur en Stikstof? Heeft dat nog zin? Want het vertrouwen heeft zij bij aanvang van het debat al verloren. Dus het lijkt me eigenlijk een beetje zinloos om hier nog met elkaar überhaupt het debat te gaan voeren dan. Nou, fijn dat de heer Van Kampen zo betrokken is bij het welzijn van mijn avond. Maar ik vind het heel prettig om in deze zaal te zitten. Ik zit hier regelmatig tot het einde van een debat. Dus dat ga ik vanavond ook doen. En zeker heeft het zin. Ik vind het ook interessant om te horen wat de minister op andere vragen te beantwoorden heeft. Maar laten we elkaar nou even geen gekke Henkie noemen, meneer Van Kampen, via de voorzitter. We hebben natuurlijk wel vaker gedebatteerd. En het rapport van Remkes loog er niet om. Het rapport van Remkes loog er niet om. Het hele kabinet heeft verdorie een enorme draai om de oren gehad over hoe dit kabinet en deze minister is omgegaan met deze hele materie. Het totaal niet tonen van enige empathie, wat ik hier, ik weet niet hoe vaak heb gezegd. En het dendert maar door en het draait maar door. En het wordt maar gezegd, ja, maar de stikstofkraan moet dicht en de natuur staat op instorten. Greenpeace-taal wordt hier gewoon uitgeslagen door deze minister. Activistentaal wordt hier. Boerengezinnen gaan kapot door dit beleid. Gaan kapot. Ik ken zelf 5 gezinnen waar iemand, een boer, zich van het leven heeft beroofd. Recent nog iemand. Gaan gewoon totaal kapot. En moet ik hier dan een showtje gaan opvoeren? Van ja, ik overweeg een motie en maar ik wacht nog even op de antwoorden. Nee, ik ben heel duidelijk en eerlijk. En ik zeg het gelijk in het begin. Deze minister moet wat mij betreft weg. En dat gaat mij niet om de persoon mevrouw Van der Wal. Dat gaat mij om de minister Van der Wal. Die moet wat mij betreft weg. En ik doe niet mee aan allemaal circusspelletjes. Van ja, het gaat even overwegen. Dat is allemaal netter. Oh, misschien krijg je dan nog wat steun. Maar ik ben ook niet gek, hè. Ik weet ook wel dat die motie het niet gaat halen.
Tot slot, ik dien een motie van wantrouwen in, omdat ik vind dat deze minister weg moet. Tot slot, de heer Van Kampen. Voorzitter, de zorgen die mevrouw Van der Plas terecht adresseert bij heel veel boeren over het beleid van dit kabinet, die ken ik ook. En mevrouw Van der Plas zal ook in mijn bijdrage horen dat ik daar ook serieuze vragen en opmerkingen in de richting van het kabinet over heb. Dat heeft de heer Remkes ook geconstateerd, maar de heer Remkes zag niet alleen toe in zijn advies op de beleidstermijn van dit kabinet. Het ging eigenlijk, voorzitter, over het landbouwbeleid van opeenvolgende Nederlandse kabinetten in de afgelopen tientallen jaren. En ik ken mevrouw Van der Plas, ik waardeer haar bijzonder als collega parlementariër in deze Kamer, ook als een redelijke collega. En ik vind het jammer daarom dat zij bij aanvang van dit debat al heeft gezegd dat zij het vertrouwen in deze minister verliest nog voor de beantwoording af te wachten. Dus ik zou toch, voorzitter, de parlementaire mores hier om het debat aan te gaan met het kabinet, om ook de gelegenheid te geven in de richting van de minister, aan de minister, om te kunnen reflecteren op misschien fouten die zijn gemaakt of zaken die niet goed zijn gegaan, zou ik haar willen vragen of zij ervoor open staat om zich te laten overtuigen door het kabinet. Mevrouw Van der Plas. Ik ga zeker luisteren naar antwoorden. Maar mag ik, voorzitter, de heer Van Kampen een vraag stellen, een tegenvraag stellen? De heer Van Kampen komt toch, hè, in zijn ja, weet bijdrage. Ik, maar even reagerend op dit. Ja, doet u. Stel nou dat ik zou zeggen van, nou, weet je, laat ik het afwachten. Hè, laat ik de antwoorden afwachten. Misschien komt het goed. Misschien krijg ik zoveel vertrouwen in deze minister dat ik denk van, we gaan ermee door. Maar stel dat het niet gebeurt. Hè, stel dat ik dan zeg van, nou nee, ik vind het eigenlijk helemaal niks, die antwoorden. En ik vertrouw er niet meer op en het klopt gewoon allemaal niet. Kan ook. En ik dien aan het eind van de avond alles overwegende denk van, nou, ik ga toch die motie van wantrouwen indienen. Zou de heer Van Kampen, zou de VVD, zou de coalitie überhaupt meestemmen met deze motie? Het is toch gewoon een kunstje wat hier dan wordt gedaan? Het is toch dan gewoon een circus? Er is toch geen één moment waarop de coalitie overweegt om met deze motie van wantrouwen mee te stemmen? En kun je vragen van, ja, waarom dien je dan in? Want je wilt toch een meerderheid? Ja, ik hoop altijd op gezond verstand, natuurlijk. Maar kom op, zeg. De heer Van Kampen gaat helemaal niet meestemmen. Dus laten we alsjeblieft ophouden met het circus en dan inderdaad gewoon teruggaan naar de inhoud. Ja, voorzitter, het gaat hier niet alleen om meerderheden. Want uiteindelijk heeft de stem van de minderheid ook een hele belangrijke rol in dit parlement. Ook daar verhouden we ons toe. Ik in ieder geval als volksvertegenwoordiger wel. Alleen mevrouw Van der Plas kiest er hiervoor om vooraf, zonder het kabinet de gelegenheid te geven om te reflecteren op eigen handelen, te reageren op ideeën van collega Van der Plas, van mij, van andere collega's, om het vertrouwen al op te zeggen. En dat vind ik jammer, voorzitter. Dat betreur ik. En ik hoop toch dat collega Van der Plas toch nog ergens ook bereid is om het toe te laten aan het kabinet om dat vertrouwen te kunnen herwinnen. We moeten wel verder, voorzitter. De opgaven zijn ongelooflijk groot voor de landbouw, voor Nederland en voor de natuur. De heer De Groot, ja, wilt u daar nog op reageren? Ja. Ja? Ik waardeer de poging van de heer Van Kampen om ook de eigen minister, deze minister, ook de VVD-minister te beschermen. Dat siert hem als collegialiteit richting de minister. Maar minderheden hebben hier ook een stem. Weet je, kom op. We hebben vlak voor dit debat zijn er gewoon 77 leden voor het doorgaan van het pensioendebat. Terwijl de gehele oppositie, de gehele oppositie daartegen is. En het gaat gewoon, ja, die minderheid, heb je helemaal geen stem. Er wordt helemaal niet gedacht van, ja, toch hebben ze wel een punt, hè, die de heer De Jong van de PVV, hè, toch heeft de heer Omtzigt wel een punt gehad daarmee. Weet je, laten we dat dan toch maar niet doen. Weet je, het is gewoon onzin. Dank. We gaan weer terug naar het onderwerp. Ja? Ja. Dat hoop ik. De heer De Groot, D66. Ja, voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden van collega Van Kampen van de VVD. En ik zal me vast verklappen, wij gaan een eventuele motie van wantrouwen zeker niet steunen, want dit is een uitstekende minister. Mijn vraag is een andere, want ik ben toch een beetje in verwarring. Toen Remkes uitkwam, werd het rapport in zijn geheel omarmd. Dat is eigenlijk winst. U was zelfs een beetje verliefd. Dat ging gauw over, maar het rapport omarmde u. Maar nu hoor ik u in dit debat weer hele andere dingen zeggen over de feitelijkheid van stikstof en dat het alleen een juridisch probleem is. Vertelt u eigenlijk wel het eerlijke verhaal? Mevrouw Van der Plas. Ja, kijk, ik ben heel blij hoor dat de heer De Groot dit onderwerp aansnijdt, want het geeft mij de gelegenheid om het gewoon nog eens keer goed uit te leggen. Kijk, de heer De Groot die shopt wel eens selectief in dingen en dat gebeurt hier ook.
De heer De Groot moet gewoon iets beter leren luisteren en iets beter leren lezen wat ik heb gezegd. Ik heb gezegd, trouwens heb ik hier ook nog een keer in een debat gezegd, ik heb gezegd dat ik een beetje verliefd was op de heer Remkes, omdat hij dit kabinet een draai om de oren had gegeven. Omdat hij de heer De Groot, hij heeft de heer De Groot niet persoonlijk genoemd, maar het ging over de reductie halvering veestapel, waar de heer De Groot s'avonds bij RTL 4 eigenlijk helemaal niet meer uitkwam van, oh ja, moet ik het nog wel zeggen, want Remkes heeft me eigenlijk een tik op de vingers gegeven. Omdat hij de heer De Groot daar gewoon een enorme tik op zijn vingers heeft gegeven. Dat was waarom ik dat zei. Ik denk, hè, eindelijk is er iemand die dat zegt. En niet zomaar iemand. Niet zomaar iemand, de grote heer Remkes, waar we allemaal maanden op hebben gewacht voor die zijn rapport uitbracht. Want Remkes, die ging het doen, die wist het. En dat zo iemand met zo'n grote status dat deed, dat was de reden waarom ik dat zei. Ik heb het hele rapport niet omarmd. Het is gewoon een volstrekte flauwekul. Iedereen maakt daar zijn eigen waarheid van. Dus, nou ja, dank voor de vraag. Dan heb ik even duidelijk kunnen uitleggen waarom dat was. De heer De Groot. Nou, dan is dat duidelijk, voorzitter. Het rapport wordt niet omarmd. Dat is jammer, want ik dacht, de boer-burgerbeweging komt hier aan in de sfeer waar we met elkaar over oplossingen, op feiten gebaseerde oplossingen kunnen praten. Maar dat is dus helaas niet het geval. Maar wat vindt u dan van het stuk van Remkes, als u toch misschien een stukje daarover eens kunt zijn, dat hij zegt, het is belangrijk om het eerlijke verhaal te vertellen en geen irreële beloftes meer te doen. Wat vindt u daarvan? Mevrouw Van der Plas. Volgens mij heeft de heer Remkes mij daar niet op aangesproken. Volgens mij zegt hij dat in het algemeenheid in het beleid. En volgens mij vertel ik het eerlijke verhaal. Het is alleen een verhaal wat de heer Groot niet zo goed kan hebben. En dat mag. De heer De Groot. Dat mag. Over niet in oplossingen willen denken. Wij hebben hier zo vaak in oplossingen gedacht. Zo vaak. We hebben nog een 10-puntenplan ingediend samen met Ja 21, waar gewoon oplossingen staan. Ook om gewoon Nederland van het slot te krijgen. We hebben zoveel moties ingediend. Sommige moties heb ik 3 keer gerecycled voordat ze werden aangenomen, overigens. Om ze aangenomen te krijgen, om er wat, dat er beweging komt. Wij komen hier constant met oplossingen. Maar kijk, dat de heer De Groot die oplossingen niet leuk vindt, ja, daar kan ik niks aan doen. Dat ligt aan de partijen of de heer De Groot zelf. Dank u wel. Tot slot de heer De Groot. Voorzitter, die oplossingen die leiden ertoe dat die de volgende dag ook weer door een rechter zullen worden vernietigd. Want we leven hier in een rechtsstaat. Het zijn dus oplossingen waar niemand iets aan heeft. Het zijn oplossingen waardoor je uw achterban, de boeren die zonder hun schuld, zonder vergunning zitten, de pasmelders, die kun je niet gaan legaliseren. Het zijn oplossingen waardoor de burgers nog heel lang aan duur gas zullen zitten, omdat we niet kunnen voorzien in onze eigen energie met de bouw van windmolenparken. En het zijn oplossingen die ertoe leiden dat we geen woningen kunnen bouwen. Dus dat is gewoon absoluut irreëel. En ik moet dus constateren dat de boer-burgerbeweging gewoon geen eerlijk verhaal vertelt, waar Remkes wel toe had opgeroepen. En dat is jammer. Mevrouw Van der Plas. Sorry dat ik het zeg, maar dit is ook volstrekte onzin. Het is gewoon volstrekte onzin. De heer De Groot weet heel goed dat de Vogel- en Habitatrichtlijn niet praat over stikstofreductie om de natuur te herstellen. De heer De Groot weet ook heel goed dat de Europese Commissie helemaal niet zegt tegen Nederland, jullie moeten stikstof reduceren om de natuur te herstellen. Dat wordt gewoon niet gezegd. Wij, nogmaals, ik heb het net ook tegen de heer Klaver gezegd, wij hier in Den Haag hebben dat in de wet gezegd. Wij maken die stikstof, maken wij tot een resultaatverplichting om natuur te herstellen. Dat is hier gebeurd, in de Tweede Kamer. Hier is dat gebeurd. Wij hebben onszelf gegijzeld in wurgende wet en regelgeving waar we niet onderuit kunnen. En het komt niet door boeren dat er niet meer gebouwd kan worden. Dat komt niet door boeren. Dat komt door die wetten die wij hier zelf maken. En daarom zit Nederland op slot en daarom kunnen er geen woningen worden gebouwd. En ik pas ervoor, voorzitter, ik pas ervoor dat hier opnieuw, en ik zal daar eeuwig voor blijven strijden, dat hier opnieuw alles op het bordje van de boer wordt gelegd. Want omdat het door hun de natuur verslechtert, hè, de natuur wordt vernietigd, de natuur valt om. En dat het bij de boeren wordt neergelegd, dat Nederland op slot zit. Dat is niet zo, dat komt door ons, komt door onszelf. En wij kunnen die wet veranderen.
Wij kunnen dat veranderen. Wij kunnen een reparatiewet maken of een noodwet maken. Dat kan gewoon. Dat kan gewoon en dat mag gewoon. Afrondend. Voorzitter, ik ga toch maar even naar het hoofdstuk van de feitelijkheden van Remkes. En daarin staat hij heel duidelijk dat een teveel aan stikstof voor bepaalde type natuur tot verslechtering leidde. En dat die beter moeten worden beschermd. En hij zegt dat de meeste stikstof in de vorm van ammoniak afkomstig is, hè, dus die neerslaat op die gebieden, afkomstig is uit de landbouw. Dus u bent heel selectief over Remkes. En de boeren gaan er inderdaad, die hebben daar niets aan gedaan. Dat legt u bij mij in de mond en dat is absoluut onjuist. Maar als dit land op slot zou blijven, hè, we hebben hier als taak, als politiek, om te zorgen dat het land van het slot gaat. Maar als u het voor het zeggen zou hebben met uw oplossingen, die geen oplossingen zijn, dan zal dat land tot in lengte van dagen op slot blijven. En daarmee disqualificeert u zich, sorry dat ik het moet zeggen, als een niet serieuze politieke partij. Sorry, voorzitter. De heer De Groot die kan kletsen wat hij wil. Remkes is volgens mij geen microbioloog. Dus Remkes heeft niet gezegd, ja, maar die stikstof, hè, die leidt tot natuurschade. Heeft hij helemaal zelf niet onderzocht. Dat heeft hij zelf helemaal niet onderzocht. Dat wordt gezegd, hij haalt informatie bij mensen. Hij heeft met ik weet niet wie allemaal gesproken. Ja. De heer De Groot, die weet heel goed. Waar het om gaat is als de kritische depositiewaarde wordt overschreden bij een bepaald natuurgebied, dan is er kans dat de schade of dat de natuur schade oploopt. Dat is wat er letterlijk wordt gezegd, ook door het Planbureau voor de Leefomgeving. Als de stikstofneerslag op dat natuurgebied te hoog is, hè, de drempelwaardes overschrijdt, dan kan het zijn dat er in dat gebied schade komt. En als die stikstofoverschrijding, die depositie, als dat zich opstapelt en het gaat langer duren, dan is het risico groter dat er naar natuurschade komt. Nee, maar meneer De Groot zegt, Remkes zegt, dat stikstof leidt tot natuurschade. Zoals ik het nu uitleg, zo wordt het precies ook door het Planbureau voor de Leefomgeving gedaan. Wat wordt er dan vervolgens gezegd door het Planbureau voor de Leefomgeving? Dan zou het goed zijn dat we in die natuurgebieden gaan kijken wat er precies aan de hand is. En welke plantjes dan beschadigd zijn. En dat kan bijvoorbeeld ook door beheer, kan door bodemonderzoek, kan door bodemanalyse. En dan moeten we vaststellen wat is er precies in die natuur aan de hand. En dan gaan we kijken van en hoe kunnen we dat herstellen. Dank u wel. Zo is het. Nou, voorzitter, ik vind het wel belangrijk om dit uit te leggen, want hier wordt een heel raar frame neergelegd. Het is niet zo dat stikstofuitstoot natuurschade oplevert. Zo wordt het wel gesteld. En tot slot, in de vogel- en habitatrichtlijn hebben wij plantjes neergezet. En hebben wij dieren neergezet. Zo moet het. Dit is, hè, deze planten en deze dieren, die willen wij beschermen. Die vogel- en habitatrichtlijn, voorzitter, die stamt uit 1994. Dat is 30 jaar geleden. Ik heb hier als eerder gevraagd, gaan we nog een keer naar Brussel om te kijken of we misschien niet iets met die lijst moeten doen. Want inmiddels zijn er miljoenen mensen bijgekomen, er is heel veel verkeer bijgekomen, er zijn heel veel huizen bijgekomen. De agrarische sector heeft intussen heel veel gereduceerd. Varkenshouderij 80% ammoniak, meer dan. Er is heel veel CO2. Dat is allemaal veranderd. Moeten we dat niet een keer doen? Wat wij moeten doen in die vogel- en habitatrichtlijn en met het natuurherstel en het natuurbehoud, dat is die plantjes beschermen. Die moeten beschermd worden. Dank u wel, mevrouw Van Tos. En al het andere wat erbij is gekomen, er kunnen nog zoveel mooie bloemen en planten groeien dat we willen. Maar als die niet in die vogel- en habitatrichtlijn staan, telt die niet mee. Dat is toch van de zotte. Dank u wel. Nee, ik heb net gezegd tegen heer Van Haga, interrupties echt in max 3. Anders lopen we echt te veel uit in de tijd. Ja. Ik snap dat het belangrijk is, maar we zijn bij de vierde spreker. Er komen nog heel veel mensen. Maar volgens mij wil de heer Boswijk nog interruperen. Oh, oké. Okay. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik gooi het even een andere boeg, even een ander onderwerp. In het rapport Remkes staat een heel duidelijk stuk over innovatie, het borgen daarvan, managementmaatregelen. En mevrouw Van der Plas en ik liggen daar totaal op één lijn dat natuurlijk een grote kans kan bieden om het boerenvakmanschap veel meer te belonen, om die stikstofuitstoot te reduceren. Klopt dat? Is mevrouw Van der Plas dat met mij eens, dat een grote kans is? Nou kijk, ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik vind dat hem ingezet moet worden op innovaties. Kijk, zolang wij met die stikstofwet te maken hebben, kijk, dan kunnen we wel roepen zoals sommige partijen doen, ja, er is geen probleem, het is allemaal een hoax, en het is allemaal dit, het is allemaal dat.
Dat mag. Iedereen mag zijn mening hebben. En misschien weten ze dat zelf ook wat te onderbouwen met eigen informatie. Dat mag allemaal. Vind ik helemaal prima. Maar we hebben wel met die wet te maken. En het punt is dat zolang je met die wet te maken hebt, moet je wel iets doen. Want anders komen er geen vergunningen vrij. Dan worden pasmelders. Ik las nu vandaag een verhaal dat een pasmelder, ik meen in Overijssel, al een brief heeft gekregen dat er gehandhaafd gaat worden. Binnen een half jaar moet hij van 150 naar 50 koeien. Anders worden er astronomische boetes aan die mensen uitgedeeld. We hebben het hier gewoon over een gezin, hè? Ik kan daar boos over worden, emotioneel. We hebben het hier over een jong boerengezin. Je wordt gedreigd met astronomische boetes vanwege die pas. Dat is het punt. Dat is de crux van die stikstofwet. Er moet daar aan gehouden worden. Dus ik wil die innovaties wel. Ik wil wel kijken naar hoe kunnen we boeren helpen. Ik wil geen gedwongen uitkoop. Ik wil geen 2030. En ik wil dat het kabinet maximaal gaat faciliteren. Maximaal om boeren, of zeg maar, te laten een omslag te maken in het bedrijf, of misschien te verplaatsen, of misschien met innovaties. Dat zijn we gewoon aan die boeren en tuinders, zijn we dat gewoon verplicht. Heer Boswijk. Ja, voorzitter, mevrouw van der Plas haalt dat voorbeeld zelf al aan wat ik wilde aanhalen. Er zijn inderdaad meerdere gezinnen op dit moment die een brief hebben gekregen met een handhavingsverzoek. En het zijn boeren nogmaals die buiten hun schuld nu in de ontzettende grote onzekerheid zitten en schrijnende gevallen. Deze boeren zijn niet geholpen met toch wel een beetje oplossingen die niet. Ik moet een net woord verzinnen. Maar de wet die u heeft voorgesteld, hè, ik heb het gezien, dat is gewoon een nieuwe pas. Dat is de reden waarom we nu in deze shit zitten. Dus dat is valse hoop. Dat gaat het niet brengen. En dan heb ik heel eerlijk gezegd liever een duidelijk verhaal van mensen die zeggen, joh, stikstof is één grote hoax. Dan mensen zeggen, ja, stikstof is één grote hoax, maar we moeten wel miljarden in innovatie gaan steken. Dat ik denk, ja, maar waarom zou je miljarden in innovatie steken als je tegelijkertijd ook onzin vindt? Dan heb ik liever een consistent verhaal. En ik zeg tegen mevrouw van der Plas, daar zijn die pasmelders niet bij gebaat. Die zijn gebaat bij snel duidelijkheid en een overheid die ook gaat leveren. En wat dat betreft trekken we aan hetzelfde eind van de touw. Kom snel met duidelijkheid over die innovaties. Kom snel met borging van die managementmaatregelen. Beloon die boeren daarvoor. Maar het helpt niet als we continu maar boven de markt laten hangen dat het maar allemaal ondeugdelijke wetgeving is die helemaal niet nodig is. En dat Brussel niet over stikstof heeft. Dat is toch een beetje balletje. Want stikstof is niet de enige drukfactor op de natuur, maar is wel een belangrijke drukfactor op de natuur. Dank u wel, mevrouw van der Plas. Kijk, het is niet of-of, het is en-en. Dus natuurlijk vind ik dat je in het tussen parallel aan kijken of we nieuwe wetgeving kunnen maken. Want bedoel, of we nou kunnen linksom gaan of rechtsom gaan, we hebben onszelf dit allemaal aangedaan. Ook door stikstofgeneriek beleid te maken. Nou goed, daar heb ik allemaal over gehad. Het is en-en. En hier is, ik zit nu anderhalf jaar in de Kamer, hier is de hele tijd gezegd, innovatie doen we niet. Van de 25 miljard wat in het stikstoffonds zit, is 1 miljard gereserveerd voor innovatie. Ik heb hier moties ingediend om dat bedrag al eerder omhoog te halen. Om te kijken of dat meer kan. Gelukkig, dat was een deel van het rapport Remkes waar ik blij mee was, benadrukte de heer Remkes dat ook. Inzet op innovaties. Daarom vind ik ook dat het maximaal gefaciliteerd moet worden. Dus ik zou graag zien dat dat bedrag van 1 miljard, dat wordt verhoogd. Maar ook dat er bijvoorbeeld uit het klimaatfonds geld wordt gehaald. Want die komen er nog aan, hè, mind you. We zijn nog niet klaar. Er komen nog maar klimaatmaatregelen aan, ook voor boeren, waarvan deze minister aangeeft in een beantwoording van een verslag dat ze eigenlijk helemaal niet weten of die maatregelen allemaal wel gaan helpen. Even kort door de bocht gezegd. Het effect kennen we niet. Die komen er nog aan. Klimaatfonds zit 35 miljard in. Is 0 euro gereserveerd voor boeren, voor een transitie. Hebben wij ook al aangegeven. Hevel een stuk dan van het klimaatfonds over naar het stikstoffonds. En dat is wat ik bedoel met maximaal faciliteren. Dank u wel. De heer Boswijk. Voorzitter, we hebben het er net, had ik het met collega Klaver al over het juist communiceren en wel het hele verhaal. Dit kabinet heeft nooit gezegd dat innovatie niet mag. Sterker nog, het staat heel expliciet ook genoemd in het coalitieakkoord. En de reden dat daar van die 25 miljard, ik ben het met u eens, die 1 miljard is daar veel te weinig voor. Maar er staat heel duidelijk bij, het is indicatief. En wij hebben destijds die motie niet gesteund, omdat wij het
van belang vind, in ieder geval als CDA, dat we deze transitie van onderaf doen. Dat die gebiedsprocessen moeten plaatsvinden en dat als resultaat uit die gebiedsprocessen moet blijken, wij gaan zoveel aan innovatie besteden, zoveel aan managementmaatregelen en zoveel aan opkoopregelingen. Dat is de volgordelijkheid. En wij moeten hier niet in Den Haag, ik ben ook altijd tegenstander tegen het kaartje geweest, maar zo ben ik ook een tegenstander dat ik zeg, ja, we moeten nu al dat geld gaan labelen en zo moeten het gaan inzetten. Ik denk niet dat we zo die transitie mogen gaan maken. En het zou helpen als mevrouw Van der Plas ook niet continu suggereert dat innovatie helemaal geen mogelijkheid is. Dat is wel degelijk een mogelijkheid. We zijn het alleen met elkaar eens. Het kabinet moet nu als de brandweer die raflijst gaan opschonen. Maar laten we alsjeblieft wel op een juiste manier communiceren. Want ik kom overal in zaaltjes in Nederland en daar wordt gezegd, ik mag niet innoveren. Gisteravond nog, ik mag niet innoveren. Dat is niet waar. De overheid moet alleen zorgen dat snel die voorwaarden liggen. Dan zitten we op dezelfde lijn. Hoe kijkt mevrouw Van der Plas daarnaar? En zou ze ook haar communicatie daar iets nauwkeuriger op willen afstemmen? Mevrouw Van der Plas. Nou, volgens mij heb ik tegen boeren nooit gezegd van, Den Haag zegt dat je niet mag innoveren. Wat ik de hele tijd aangeef is dat die 25 miljard, die 1 miljard, dat omhoog moet. Daar heb ik moties op ingediend. Daarvan wordt gezegd dat doen we niet. Moties op naslaan. Die moties zijn ook verworpen. In de appreciatie wordt gezegd van ja, maar dat gaan we niet doen. Een jaar geleden ongeveer heb ik hier in een klimaatdebat gestaan met de heer Jetten, nu wel. Niet met de heer Klaver, met de heer Jetten. Die was toen nog fractievoorzitter van D66 overigens. En heb ik D66 op ondervraagd, de heer Jetten. Toen heb ik het specifiek hierover gehad, over innovaties, hoe D66 daarnaar keek. En hij heeft letterlijk gezegd, die weg gaan we niet meer op. Het hele systeem moet veranderd worden. Ik kan heel lang over discussiëren wat helemaal gezegd werd. Hij heeft dat letterlijk gezegd. Toen dacht ik nog, nou, het is best kans dat hij straks klimaatminister wordt, of in ieder geval iets in die richting gaat worden. Dit vind ik wel zorgelijk. Dus ik zeg het niet van je mag niet innoveren. Ik zeg, er wordt te weinig ruimte gegeven om te innoveren. En wij willen graag dat daar vol op wordt ingezet. Plus eventueel te kijken naar de bedrijfsverplaatsing. Als een boer bij Winterswijk zegt van, joh, ik wil best naar Flevoland. Als ik daar gewoon verder kan boeren en mijn gezin ermee kan nemen. Hartstikke leuk, wie ben ik dan om dat te zeggen van niet? En ik ben voor het versnellen van de vrijwillige uitkoop. Want hoeveel boeren zijn er wel niet die gewoon willen stoppen? Die zijn er gewoon heel veel. Laten we daar nou eerst naar kijken dat we daar een versnelling in kunnen zetten. Want we hebben, nogmaals, we hebben gewoon met die wetten maken. Mensen kunnen wel zeggen van ja, je gaat mee in de stikstofhoax. Nee, we hebben gewoon met die wetten maken. We willen die mensen helpen. Laten we daar dan versneld op inzetten. Laten we dan gaan kijken, wat heeft dat voor reductie opgeleverd? Hoe ver staan we? Kijk, in de natuurgebieden gaat het nog steeds slecht. En wat ik graag zou willen, tot slot voorzitter, wat ik heel graag zou willen, is volgens mij een hele simpele manier om dat nu al een beetje te checken. Er zijn al boeren gestopt, ook bij natuurgebieden. Ook al een paar jaar geleden. Gaan wij een keer onderzoeken wat dat heeft opgeleverd daar voor de natuur? Want dan heb je een indicator. Toen zat hij hier, toen had hij zoveel uitstoot. Die uitstoot is er nu al een paar jaar niet meer. Wat is er met die natuur gebeurd? Wat is er met die bodem gebeurd? Dan krijgen we gewoon vaste feiten en cijfers waar we wat mee kunnen. Dank dat gebeurt niet. U vervolgt weer uw betoog. Ja. Dank u. Dank u. Ik had het over 2018 met al die oude cijfers en de veestapel die al gereduceerd was. Verder komen de cijfers van dieraantallen van het RVO, waarna er door Wageningen Universiteit een rekenslag op wordt gemaakt. Vervolgens komt het bij het RIVM in een specifiek agrarisch informatiesysteem terecht en dat wordt dan weer gebruikt voor adviezen aan het ministerie. Los van het feit dat er dus 4 stappen worden gezet en Joost mag weten wat er dan aan gesleuteld is, zijn die aantallen dus volstrekt niet actueel, ook per jaar niet. Immers, wat een boer in mei verplicht aan het RVO opgeeft, kan datzelfde jaar weer heel anders zijn. Een boer kan zijn gestopt of een boer kan vee hebben gereduceerd of wat dan ook. Voorzitter, het is een godspe dat boeren, gezinnen met vaders, moeders, kinderen, opa's en oma's, die vaak al generaties boer zijn en wonen waar ze wonen, op deze manier worden beoordeeld, maar vooral afgerekend op stikstofuitstoot met enorme gevolgen. Voorzitter, mensen roepen, ja, maar Nederland heeft de hoogste stikstofuitstoot per hectare. Maar net als in Nederland zijn er elders in Europa gebieden met dergelijke emissies. Gebieden. Niet een heel land, zoals wordt gesuggereerd door mensen die nog nooit een koe hebben gemolken, laat staan een stal hebben uitgemest. Natuurlijk kent Nederland die gebieden ook. Maar niet overal. De Po-vlakte, het Roergebied, Bretagne hebben die emissies ook.
Het grote verschil is dat Nederland ooit heeft gekozen voor generiek beleid gekoppeld aan stikstof. Nederland is het enige EU-land die zich heeft gefocust op stikstof als sturingselement voor natuurherstel. Droogte, beheer, andere invloeden op de natuur doen in Nederland niet ter zake. Elders wel. En daar reageert namelijk gezond verstand. En zolang wij stikstof als de heilige graal in de wet laten om de natuur te herstellen, zolang wij de KDW's, de kritische depositiewaarden, niet uit de wet halen, zolang wij doelen nog verder naar voren halen zoals nu met 2030, verandert er helemaal niks. Dan blijft Johan Vollebroek vrolijk naar de rechter stappen. Hij baseert zich gewoon op de wetten die wij hier maken. Politiek Den Haag is dan ook de enige schuldige aan dit drama. En de partijen die aan deze wet blijven vasthouden, zoals een baby aan de tiet van zijn moeder, weten dat maar al te goed. Voorzitter, we hebben geen stikstofprobleem. We hebben een stikstofwetprobleem. Doe daar wat aan. En laten we gewoon helemaal kappen met al die modellen. Modellen die niet actueel zijn, mogelijk fouten bevatten en modellen die vaak niet uitkomen. Omdat werken met gemiddelden nooit een beeld geeft van de realiteit. Voorzitter, laat de provincies in gesprek gaan met de boeren. Zij kennen de boeren, zij kennen de boerderijen, zij kennen de omgeving, zij weten wat nodig is voor hun gebied. Laat een einde maken aan deze leidersweg die heel Nederland op slot zet. De stikstofwet moet terug naar de tekentafel. Weg ermee. Laat het kabinet natuurbeleid maken. Geen stikstofbeleid. Dit is wat de Europese Commissie vraagt. Herstel en behoud van de natuur. Niks anders. Wij hebben hier bedacht dat het via stikstof moet. En dan kunnen wij dat ook onbedenken. Simpel zat. Laat het gezonde boerenverstand regeren. We brengen dit land en de mensen die er wonen met ondeugdelijk beleid naar de rand van de afgrond. En dat allemaal door modellen, gemiddelde lijstjes en het beleid dat Nederland zelf heeft gemaakt, rigide aan vasthoudt en waardoor Nederland al jaren wordt gegijzeld. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. En dan geef ik het woord aan de heer Van Baarle-Denk. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil graag de redeneerwijze van mevrouw Van der Plas goed proberen te begrijpen. En mevrouw Van der Plas die geeft aan, de wetgeving die we op dit moment hebben, die is te streng. Aan de andere kant hebben we gisteren een uitspraak gehad van de rechter, die heeft gezegd, de wetgeving in Nederland die is eigenlijk niet streng genoeg. Want we hebben met elkaar een vrijstelling ingebouwd voor de bouw. En dat is door de rechter neergeschabeld op basis van Europese regelgeving. Dus hoe relateert mevrouw Van der Plas die twee zaken aan elkaar? Namelijk aan de ene kant dat zij zeggen het moet veel soepeler. Aan de andere kant dat die kleine versoepeling die we hadden al bij de rechter geen stand hield gisteren. Mevrouw Van der Plas. Nou kijk, ik zeg niet zozeer het moet soepeler. Ik zeg dat we ons niet rigide moeten laten wurgen door dat stikstof het sturingselement te maken voor natuurherstel. Dat is wat ik zeg. En wat de rechter eigenlijk heeft gezegd, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met de PAS. De rechter heeft eigenlijk niet gezegd van het moet nog strenger. De rechter zegt, je kunt niet op de pof stikstof kopen. En dat is eigenlijk wat met de bouwvrijstelling gebeurt. Hè? Je weet het eigenlijk nog niet, je krijgt eigenlijk op de pof stikstofruimte. Het is gewoon heel simpel uitgelegd. Dat is eigenlijk met de PAS ook gebeurd. En daarvan zegt de rechter, ja maar dat kan niet. Dat kan gewoon niet. En daarom heeft hij de PAS afgeschoten en daarom heeft hij de bouwvrijstelling afgeschoten. En het is aan ons hier om dus deugdelijke wetgeving te maken dat dat dus niet meer kan. En ik blijf erbij, want we zeggen altijd, ja, moet van Europa. Ja, de vogel- en habitatrichtlijn. Daar staat het woord stikstof niet in. Nogmaals, wij doen dat zelf. Wij hebben onszelf die klem om de nek gezet. Dank u wel. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Mevrouw Van der Plas begint haar beantwoording door te zeggen van ik vind de stikstofwet niet te streng, terwijl ze dat volgens mij herhaaldelijk zei. En gaf aan dat het een probleem is dat we op de pof stikstofruimte kopen. Dat zegt de rechter. En voorzitter, dat zegt de rechter. En voorzitter, dan is het toch niet slim om te zeggen we moeten de wet waar we vrijstellingen in hebben gezet die door de rechter van tafel zijn geveegd, nog verder versoepelen als op de pof, zeg maar met die stikstofruimte opgaan, het probleem is. Wat mevrouw Van der Plas dan doet, is een situatie veroorzaken waarin we nog meer juridisch risico nemen en de kans met elkaar lopen om weer teruggefloten te worden door de rechter, waar niemand wat aan heeft. Dus hoe relateert mevrouw Van der Plas die zaken aan elkaar? Mevrouw Van der Plas. Nee, maar kijk, de rechter toetst gewoon de wet.
De rechter gaat niet zelf, die denkt niet van, nou, dit vind ik wel echt belachelijk hoor, wat jullie doen met op POF. Ja, ik ga er even stop op zetten. En rechter, Johan Vollebroek gaat naar de wet of naar de rechter, die zegt van, nou, klopt niet met de wet. En de rechter die toetst aan de wet. Klopt iets met de wet of klopt iets niet met de wet? Dus als wij een andere wet hebben die meer ruimte geeft, hè, maar die niet direct, we maken geen wet van, en dan zetten we in de laatste zin, en hiermee gaan we lekker zorgen dat de natuur kapot gaat. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, want dat gaan we niet doen. Maar als wij, de wetten zijn er om getoetst te worden door de rechter. En ik vind ook altijd, ja, iedereen kan allemaal heel boos worden van, ja, het is allemaal ook een groot complot en dat mag ook allemaal enorm in z'n denken. Maar ik ga ervan uit dat onze rechterlijke macht gewoon nog, als ik dat niet meer zou hebben, dan zou ik mezelf echt, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Dat is wat een rechter doet. Dus wij en die wetgeving, nogmaals, die maken wij. Dus als wij ervoor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld stikstof niet meer als sturend element, zoals zeg ik ook, die KDW's, kritische depositiewaarden, hè, die worden nu zeg maar als wet van mede en persen erin gezet. Als wij dat gebruiken als indicator waarvoor die bedoeld is, dan, dat is niet versoepelen, dat is gezond verstand gebruiken, waardoor je natuurlijk gaat kijken, hè, welke uitstoot kunnen we verminderen, wat kunnen we doen, kunnen we wat vaker met de trein, bedoel ik dan als consument, denk ik dan, of wat minder vliegen. We kunnen allemaal dingen bedenken waardoor we de aarde schoner maken, en dat hebben we natuurlijk in de afgelopen decennia al gedaan. Als je kijkt hoe mensen hier in de jaren 70 leefden, denk ik, is net ook aangegeven, water, nou, ik weet nog wel, wij mochten niet in de IJssel komen, zwemmen, niet eens met de tenen erin. Nou, nu is het gewoon één groot feest in de zomer, want iedereen zwemt in de IJssel. Dus daar gaat het om. Dank u wel. We moeten dus die wet, die maken wij, die wordt dan straks getoetst door een rechter. Maar ja, nu wordt er dus een andere wet getoetst. Ja, daar zit het op slot. Ja, voorzitter, ik ben blij, en zo ken ik mevrouw Van der Plas ook, dat ze aangeeft dat ze vertrouwen heeft in ons rechtelijke systeem. En daarmee verschilt mevrouw Van der Plas van enkele anderen in de Kamer, die er nu niet zijn. Maar voorzitter, de rechter heeft niet getoetst aan onze wet. De rechter heeft onze wet getoetst aan Europese regelgeving. En voorzitter, in die Europese regelgeving staat wellicht stikstof niet letterlijk genoemd, maar er staan ook heel veel andere dingen niet genoemd. Wat wel duidelijk is, is dat stikstofuitstoot volgens bijna alle wetenschappers een effect heeft op de natuur. En ik hoop dat mevrouw Van der Plas dat onderkent. En voorzitter, als je die wet in Nederland dus gaat versoepelen, dan is de wet waar we nu al een versoepeling aan hadden, die is teruggeroepen op basis van Europees recht, die al is verworpen, dan gaan we een weg op waar op grond van mevrouw Van der Plas voorstelt, er helemaal niks meer mogelijk zal zijn als je die wet in Nederland versoepelt. En voorzitter, ik zou aan mevrouw Van der Plas willen vragen of dat is wat zij, al die ondernemers in Nederland, maar ook de boeren wil gaan aandoen. Als we zo'n soepele wet gaan invoeren, waarvan we weten dat die door de rechter op grond van Europese regelgeving gefileerd gaat worden. Omdat de soepele wet die we al hadden, gisteren al gefileerd is. Mevrouw Van der Plas. Wij doen hier altijd alsof de EU een soort van natuurverschijnsel is, wat ineens ons overkomt. Een enorme hagelbui van, oh shit, hagel, oh shit, we hebben, oh, de EU. Wij zijn de EU. Wij zitten in de EU. Wij zijn de EU, heb ik hier ook al heel vaak aangegeven. Hier wordt altijd gezegd, mag niet van de EU, mag niet van de EU, mag niet van de EU. Wij zijn de EU. Wij zijn één van de landen die in de EU zitten. Wij hebben invloed in de EU. Daarom vraag ik hier ook al heel lang, wat doen wij eigenlijk in de EU? Hoe strak zijn wij bezig om onze eigen wetten, maar onze eigen regels, onze eigen inbreng? Wat doen wij daar? Wij zijn de EU. De EU is niet iets wat op afstand staat, wat over ons regeert. Wij zijn verdorie een soeverein land. Wij kunnen ook gewoon in ons eigen land wet en regelgeving maken. En wij moeten onze rol in de EU eens even wat serieuzer gaan nemen. Want wij laten het allemaal maar gewoon overkomen. Dat is waar ik voor pleit. De heer Thijs, PvdA. En BBB is natuurlijk de boer-burgerbeweging. En ik zie van mevrouw Van der Plas vandaag weer knokken voor dat boerenbelang. En dat doet ze met verve en daar heb ik groot respect voor. Maar ik wil nu ook aan mevrouw Van der Plas vragen om op te komen voor dat burgerbelang. We hebben gisteren een uitspraak gehoord die betekent dat het veel en veel moeilijker gaat worden in dit land om huizen te bouwen.
En mevrouw van der Plas zei zelf ook al in haar bijdrage, er zijn nu torenhoge huren, er zijn mensen die tot hun 30ste thuis moeten wonen, omdat ze geen woning kunnen vinden. Dus het is van uitermate groot belang dat Nederland van het slot afgaat. En de rechters van de Raad van State waren daar eigenlijk wel heel erg duidelijk over. We willen met z'n allen die natuur verbeteren. Een van de belangrijke manieren om dat te doen is dat die stikstofvervuiling naar beneden gaat. En daarvoor is het nu toch heel erg belangrijk, als we kijken naar de burgers die een huis zoeken, dat er nu snel vaart wordt gemaakt dat die stikstofvervuiling naar beneden gaat. Uit de landbouwsector, uit de industrie en uit de mobiliteitssector. En mijn vraag is dus aan mevrouw van der Plas, is mevrouw van der Plas het niet mee eens dat er nu als een heel erg snel een wet moet komen die zorgt dat op niet vrijwillige wijze er een halvering komt van de stikstofvervuiling voor die burgers waarvan zij zegt ook te staan? Mevrouw van der Plas. Nee, daar ben ik niet voor. En heel veel andere dingen heb ik hier ook al genoemd. En kijk, hier nu ook, hè, hier worden nu burgers tegen boeren opgezet, of boeren tegen burgers opgezet. Door te zeggen, ja, u bent boer-burgerbeweging, maar u zit nu heel erg voor de boeren, maar die burgers willen een woning. Dit is gewoon echt te erg dat dat gebeurt. Er worden groepen tegen elkaar opgezet. Net als dat ik het heel erg vind wat in een papier stond waar de heer Van Haga net aan refereerde. Over asielzoekers die zijn 1, zoveel kilogram stikstof en uitstoot. Daar worden dus ook groepen mensen tegen elkaar opgezet om een gelijk te halen. En ik wil daar gewoon niet aan meedoen. Burgers en boeren, weet ik, op het platteland, misschien weet de heer Thijs dat ook, die leven gewoon in relatief goede harmonie met elkaar samen. Waar de problemen zijn, lossen ze die problemen samen op. En er is natuurlijk altijd een groep die helemaal niks wil en die helemaal niks wil doen. En dat geldt voor een groepje burgers, maar dat geldt misschien ook wel voor een groepje boeren. Maar ik wil gewoon niet dat dit gebeurt. Ik wil dat we dit gewoon gezamenlijk oplossen. Ik wil dat Nederland van het slot afkomt. En daar kunnen wij voor zorgen, zonder dat wij boeren en burgers tegen elkaar opzetten. Dat vind ik heel erg dat meneer Thijssen dat doet. Meneer Thijssen. Nou ja, wat ik doe is dat ik aangeef dat er een probleem is voor heel veel burgers in dit land. En ik zet niet de boeren tegen de burgers op. Wat ik zeg is dat de rechters van de Raad van State, waarvan mevrouw van der Plas zegt dat ze die respecteert, dat die heel duidelijk zijn. Om Nederland van het slot te krijgen, geven ze bijna een soort recept van wat er dan moet gebeuren hier in dit huis. En dat is dat de stikstofvervuiling snel naar beneden moet. Want als dat gebeurt, dan kan er gewoon doorgegaan worden met huizen bouwen. En dan kunnen die boeren en die burgers gewoon samenleven op dat platteland of in de stad of waar ze dan ook elkaar tegenkomen. En daarom nogmaals mijn vraag. Dit gaat niet over boeren tegen burgers. Dit gaat erover dat u nu hier ook opkomt voor de burgers. Net zozeer als dat u dat doet voor de boeren. En dat u het probleem aanpakt en dat is de stikstofvervuiling. En die boeren die hebben we keihard nodig. Dus dit is niet tegen de boeren, dit is tegen de stikstofvervuiling. En de burgers hebben u nu nodig om te zorgen dat die stikstofvervuiling naar beneden gaat en dat we door kunnen gaan met huizen bouwen. Dus komt u ook op voor die burgers. Mevrouw van der Plas. Om te zorgen dat zij een huis krijgen om in te wonen. Mevrouw van der Plas. Zeker. Wij hebben een tijdje geleden ook een 10-puntenplan over woonruimte creëren ingediend. Hè. Dat hoeft niet zozeer per se door bouwen. Dat kun je op een heleboel andere manieren kun je dat doen. Kun je woonruimte creëren. Hè. We hebben ook met name natuurlijk een woonruimteprobleem. Hè. Je kan grote woningen splitsen. Je kan de kostendelersnormen afschaffen. Je kan kantoren, winkels, leegstaande winkels kun je ombouwen tot appartementen of opnieuw inrichten tot appartementen. Dus daar zijn wij zeker wel mee bezig. Maar kijk, als we het hebben over hoe de stand is, hè, we baseren dus heel veel op modellen en hè, wat via het RIVM komt, bij emissieregistratie. Kijk, de agrarische sector heeft gewoon al heel veel gereduceerd. Bijna 70% stikstof in de afgelopen 30 jaar is al gereduceerd. De varkenshouderij 82% ammoniak. Er is geen sector die zoveel heeft gereduceerd ammoniak als de varkenshouderij. Er stoppen heel veel boeren in Nederland. Elke dag stoppen er heel veel boeren. Dat levert ook reductie op. Sinds 2018, wat ik net al noemde, 200.000 runderen minder, 1,5 miljoen varkens minder, 10 miljoen kippen minder, heeft ook reductie opgeleverd. Weten we daarvan welke reductie dat heeft opgeleverd? Wat voor effect heeft dat gehad? Want er wordt wel met die cijfers gewerkt. Kijken we goed naar de bodems. Hè? Hoe zitten de bodems van die natuurgebieden? Hè? Want we hebben het ook met name natuurlijk over Natura 2000 gebieden. Die we ook allemaal zelf hebben aangewezen. Kijken we goed naar die bodems. Wat is nou precies in die bodems aan de hand? Hoe kan het beheer goed zijn? Wat voor invloed heeft de droogte de afgelopen 4 jaar met 1 jaar uitzondering precies op die bodem gehad?
hydrologie, hè, het waterpeil verhogen, verlagen, kan allemaal te maken hebben met de staat van de natuur. En op die manier wil ik, parallel aan het feit dat ik wil dat dat rare die stikstof, dat stikstofkoord om de nek hangt van Nederland, dat wil ik. Maar dat zeg ik al hier, nou ja, hoeveel dagen zit ik hier? Meer dan 500? Dat zeg ik hier al heel lang. Dus ja, dank wel. Ik ben helemaal niet tegen regels of tegen nieuwe dingen te doen. Maar laten we dat gewoon op een gezonde, normale manier doen. En met respect voor iedereen. Want je kunt zeggen wat je wil. Maar die boeren, echt, die hebben door al die frames die hier in deze zaal over hun heen zijn uitgestort de afgelopen jaren, zitten ze gewoon, even los van de stikstofellende, zitten ze gewoon in de ellende. En tuurlijk, de boeren en burgers horen bij elkaar. Boeren maken ook voedsel, dat is voor burgers. Is dat ook goed, want anders kunnen ze niks doen als je niet eet op een dag. Dus zeker wil ik dat doen. En een heleboel dingen heb ik hier denk ik al aangegeven in de vorige interrupties. Ja, de heer Thijssen. Sorry dat ik u soms afkap, maar het is, ik snap, het is een aangelegen punt, zou de heer Bisschop altijd zeggen. Maar we moeten wel een beetje rekening houden ook met de tijd. Soms kunnen dingen ook echt wat korter en krachtiger. Zeg ik trouwens niet alleen tegen u, maar ook tegen de mensen die interruperen. Ja, het is heel veelomvattend. Het is niet altijd één ding. Er zit zoveel bij, dus daarom wil je het ook gewoon goed genoeg uitleggen. Snap ik ook helemaal. Maar er is ook wel een behoefte om een beetje wat balans te krijgen in het debat, ook qua tijd. Dus ik doe een beroep ook op u. De heer Thijssen. Dank, voorzitter. En dank voor de antwoorden van mevrouw Van der Plas. Ik moet toch wel constateren dat mevrouw Van der Plas vooral ook komt voor de boerenbelangen. En dat zij eigenlijk nu de rechters van de Raad van State niet serieus neemt, die zeggen, we kunnen geen huis meer bouwen totdat er serieus wordt ingegrepen in de stikstofvervuiling. Ook in de landbouwsector. En ik kan niet anders dan constateren dat BBB eigenlijk omgevormd moet worden tot BB. Het is boerenbelang waar u voor opkomt, maar de burgers komen geen steek verder met u. Mevrouw Van der Plas. Nou, als u lid wordt van de BBB, we hebben 12 november een ALV, dan kunt u een voorstel indienen. Ja, om het de BB te gaan noemen. En u zit trouwens 583 dagen in de Tweede Kamer. Zo lang. Het lijken er veel meer. De heer Tjertegoot van D66. Nee, ik heb nog een paar interrupties. Ja, de heer Tjertegoot, D66. Ja, voorzitter, de bijdrage van de boer-burgerbeweging is zeer verhelderend. We weten hoe mevrouw Van der Plas denkt over de natuur, over de kans. Inderdaad, het gaat over de kans dat je de natuur verslechtert als gevolg van stikstof. Dat lijkt op, je krijgt longkanker door. Het is kans op longkanker als je rookt. Dus niet te zeggen dat je het krijgt. Dat is vergelijkbaar. Net zo ernstig. We weten nu dat de oplossing die de burgerbeweging presenteert, zoals collega Dirk Boswijk ook terecht opmerkte, heel erg lijkt op de pasoplossing die al is afgeschoten. Dus dat is een oplossing waardoor het hele land op slot blijft staan. We weten, dat is bij u, daar komt u niet aan het eerlijke verhaal waar Remkes toe opriep. Maar dan gaat het toch even ook over die burgers. Want we hadden gisteravond een zeer indringende bijeenkomst met een groot aantal burgers die in Brabant en andere delen van Nederland in de stank zitten. Het heet geur, maar het is gewoon stank. De overheid heeft daar die mensen onvoldoende beschermd, omdat die wetgeving niet deugt. Dat heeft ook een rechter gezegd. Zult u misschien de wet de schuld geven, maar het is hier gewoon de overheid. Is dan misschien toch de boer-burgerbeweging geneigd om ook te kijken, als die natuur, die vergeten we maar even, maar dat u toch de mensen, de burgers, wil beschermen tegen de stank die heel vaak afkomstig is, helaas, uit de intensieve veehouderij. Mevrouw Van der Plas. Ja, ten eerste, stank is een relatief begrip. Wat ik vind stinken, vindt iemand anders misschien lekker ruiken. Nee, dat is gewoon een feit. Daarom hebben we het namelijk ook over geur. Want geur is geur. Nee, maar dat wil ik gewoon even rechtzetten. Ja, dan kunt u meneer Groot, die kan nee roepen, maar dat is wel zo. Ik vind balkenbrei heel erg vies ruiken. Dat vind ik echt stinken. Maar de heer Van Kampen kan misschien niet hartstikke lekker vinden ruiken. Dat is het woord stank. We hebben het over geur, hè? Of over een onaangename geur. Maar goed, even dat terzijde. Ik word graag uitgenodigd door die mensen. Ja, ik was daar niet bij. Ik zat gisteren in een pensioendebat, ook heel belangrijk. En als die mensen vinden dat ze met mij in gesprek moeten of willen,
dan sta ik daarvoor open. Ik sta open voor iedereen. Ik ben laatst bij Bas Bloem geweest, de neuroloog. En het gaat over gewasbeschermingsmiddelen. Iedereen denkt dat ik tegen Bas Bloem ben en dat ik het allemaal erg vind wat je zegt. Ik ga juist graag met die mensen in gesprek. Ik ben in een voedselbos geweest met Wouter van Eck. GroenLinks'er dan GroenLinks krijg je ze niet. Dat doe ik allemaal. Dus als die mensen... Mijn e-mailadres staat gewoon op de Tweede Kamer. En, ja, dank u wel. Sorry hoor. Maar ja, meneer De Groot zit nu zo van... hou maar weer op. Ja, ik pleeg niet de interruptie, dat doet de heer De Groot zelf. Zo en ik geef daar antwoord op. En als u de volgende keer weer naar zo'n bijeenkomst gaat... dan zou ik zeggen, u heeft mijn nummer. Stuur me even een appje of ik mee kan. En dan kijk ik of ik mee kan. Nou, daar heeft meneer De Groot geen zin in, zie ik. Oké, prima. Dan niet. Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, ik heb lang getwijfeld of ik deze interruptie überhaupt wel zou doen. Want er wordt echt heel veel gezegd door mevrouw Van der Plas. En ik ben het met heel veel, en dan zeg ik het heel licht uitgedrukt, niet mee eens. Ik denk dat we allemaal een beetje een fase in ons leven, in het begin van ons leven hebben gehad. En dan ben je het centrum van het universum en dan draait alles om jou en wat jij nodig hebt. En de wereld moet zich maar aanpassen. Dan pas je bij wijze van spreken wel wetten aan. En als het goed is, groei je over die fase heen. Nou, kennelijk is dat nog... wel wat ingewikkeld. En dat maakt denk ik dat we nu dus midden in zo'n stikstofcrisis zitten. Maar ik wil ook kijken, want het is inmiddels zo ver uit de hand gelopen, of er toch ook nog overeenkomsten zijn. En dan wil ik mevrouw Van der Plas vragen hoe zij dan denkt over de uitbreiding en de verbreding van Amelis Weert. De A27 daar. Daarvoor zijn 8 boeren uitgekocht. Om vervolgens alsnog weer stikstof te gaan uitstoten. Hoe denkt mevrouw Van der Plas dan daarover? Nou, daar sta ik geheel aan de zijde van mevrouw Vestering. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik vind het überhaupt heel raar dat ammoniak wordt uitgeruild tegen NOx, hè, de stikstof die uit de verkeerde industrie komt. Dat is gewoon echt heel bizar. Daarvan heeft de heer Remkes in de hoorzitting laatst gezegd, ja, juridisch kan dat misschien wel, maar moreel gezien kan je dat eigenlijk niet verkopen, heeft hij letterlijk gezegd. Dus ja, nee, daar trek ik graag in op met mevrouw Vestering. De heer Klaver, GroenLinks, of niet? Ja? Toch goed gezien. Als mevrouw Van der Plas aan het einde van haar betoog was. Ja, klopt. Ja, was ik. Ik had één vraag, want ik probeer toch echt goed te begrijpen wat mevrouw Van der Plas hier zegt. Ze zegt er is een stikstofwetprobleem. Maar begrijp ik het nou goed dat... Stel je nou voor dat we alles zouden veranderen en de hele wet. Dan nog moeten we stikstof reduceren, toch? Mevrouw Van der Plas. Kijk, er is een... Het gaat erom... Kijk, ik kijk er wettelijk naar. Het gaat erom dat in de vogel- en habitatrichtlijn staat... Ja, iedereen kan altijd maar nee schudden. In de vogel... ik bewoog mijn hoofd, sorry. Oh, ik zag zoiets. maar goed... In de volgende habitatrichtlijn staan gewoon een aantal plant- en diersoorten die wij hebben te beschermen. Dat is gewoon een feit. Daar hebben we gewoon nou eenmaal mee te maken. Als er stikstof, ik ga het dan nog een keer vertellen, als er stikstof wordt uitgestoten en slaat neer op een bepaald natuurgebied, dan loopt het natuurgebied kans op schade. En dan moeten we kijken of die plantjes en die diertjes die dan in die vogel- en habitatrichtlijn, of die vogelrichtlijn of die habitatrichtlijn, of dat zo is. Of die zijn beschadigd, of die zijn verdwenen. Het kan ook zijn dat er andere planten voor terugkomen. Je hebt stikstofgevoelige natuur. En je hebt niet stikstofgevoelige natuur. Maar het is maar wat wij, dat daar zelf hebben wij daar kaders aan gegeven. En als wij zeggen, kijk, de heer Vagen zei bijvoorbeeld van ja, er groeien heel veel bomen en het is allemaal hartstikke mooi. De wereld vergroent, dat is ook een feit. Maar ik snap ook wel dat je niet alleen maar eikenbomen in Nederland moet hebben. Hè? Je hebt ook wel wat andere soorten nodig en andere diersoorten, dat snap ik ook wel. Dus ik kijk dus puur en alleen naar die wet. En als we gewoon op die KDW's gaan blijven zitten, waarvan het Planbureau voor de Leefomgeving ook zegt, als je alles uit Nederland weghaalt, niet alleen boeren, alles, dan zullen op sommige natuurgebieden die KDW's nog overschreden worden. En blijven we in dat rare vangnet zitten van, ja, dan kan de natuur schade opleveren in de Natura 2000 gebieden die wij zelf hebben aangewezen, met de planten en diersoorten die we ook zelf hebben aangewezen. Heer Klaver. Ja, voorzitter, wat ik gewoon probeer te begrijpen, omdat mevrouw Van der Plas klinkt over het algemeen buitengewoon redelijk. En zodra je maar eens een beroep doet op het gezond boerenverstand, dan denk je al, denk mensen, ga ik, nou, maar dat heb ik ook, dus dit zal wel kloppen. Ik vraag hierna met een reden.
Namelijk, stel je voor dat we de wetgeving helemaal anders zouden vormgeven. Dan komen we misschien op net andere cijfers uit of een net andere meetmethode is. Maar is mevrouw Van der Plas het met me eens dat we stikstof moeten reduceren in Nederland? Mevrouw Van der Plas. Waar de stikstof schade oplevert, hè, dat kan ook NOx zijn. Hè, dus ik snap heel goed dat je als je hier in de Randstad woont... je zag het in coronatijd bijvoorbeeld, hè, kwam zo'n NOx-kaartje... Hè, verkeer, industrie, uitstoot van emissieregistratie in 2020, 2021. Heel Nederland zat in het blauw, schone lucht, behalve Rotterdam en Den Haag... en hè, dus echt in de stedelijke gebieden. Waar dat een schade oplevert, bijvoorbeeld ook aan de gezondheid van mensen. Hè? Dus mensen die bijvoorbeeld in de stad wonen, hè, die hebben vaker astmatische verschijnselen dan dat je op een boerderij woont. Dan moet je kijken wat je aan die uitstoot moet doen. En dat kun je, maar we hoeven niet te zeggen, wij moeten niet in een wet gaan verankeren. En dat is het onderscheid wat de heer Klaver moet maken... is dat we dus niet in wetten en regels moeten gaan verankeren... dat wij natuurherstel en natuurbehoud gaan vastkoppelen aan stikstofreductie. Want het kan ook met andere maatregelen. Als er stikstofreductie voor nodig is, als blijkt uit al die onderzoeken... en we hebben gekeken en we hebben allerlei dingen gedaan om het te reduceren... en er is bijvoorbeeld nog te veel uitstoot... dan zou dat misschien ook met stikstofreductie kunnen. Tot slot, ik vind ook... We moeten dus ook heel erg goed kijken. Dus niet alleen naar de ammoniak, maar ook naar de NOx. Dus ja, ik weet niet wat de heer Klaver verder van mij wil dat ik zeg. Tot slot, de heer Klaver. Nou, voorzitter, waar ik naar vraag, laat ik zeggen, het punt wat ik wil maken... en dat wordt eigenlijk wel duidelijk door de beantwoording... welke benaderingswijze we ook zouden kiezen. Hoe we de wet ook precies vormgeven. We zullen in Nederland stikstof moeten reduceren. En moeten we ook andere dingen doen? Ja, we moeten ook aan vernatting werken. Dat helpt ook in verzorgen dat de biodiversiteit beter wordt. We kunnen ook allerlei andere zaken doen. Maar we zullen stikstof moeten reduceren. Of we er linksom het benaderen, rechtsom of er dwars doorheen gaan. En dat is de erkenning die ik zoek van mevrouw Van der Plas. Want zij zegt voor dit, ik ben geen stikstofontkenner. Ik zie dat er een... En wat ik wil weten is, ziet zij dat wij toch echt een probleem hebben? Dat er in Nederland te veel stikstof wordt uitgestoten... En dat we dat dus moeten reduceren en dat het daarmee echt niet uitmaakt op welke manier je ernaar kijkt. Er is te veel stikstofuitstoot en dat moet worden teruggedrongen. En als we dat niet doen, dan blijven we Europees voortdurend tegen de lamp lopen. Ja, nogmaals, Europees. Wij zijn Europa, dat heb ik al heel vaak gezegd. Wij doen net alsof het iets een andere entiteit is. Wij zijn Europa, wij zitten daar zelf. Nee, ik wil even uitpraten. De agrarische sector heeft 70% stikstof gereduceerd in de afgelopen 30 jaar. 70%. Dan wordt hier altijd een beetje overheen gewandeld. Ja, we moeten wel doen. Ja, die boeren, die moeten toch. Dat krijg ik zo ook vaak van journalisten vragen. Ja, maar die boeren moeten wel wat doen. Ja, zeker. Iedereen moet wat doen. Iedereen moet wat aan zijn algehele uitstoot. Daar ben ik het volledig mee eens. Wij laten allemaal rare bordjes met welcome home en slippers uit Brazilië komen. Ik zag laatst, sorry voorzitter, maar dat wil ik wel even vertellen... laatst een foto op Twitter van een bakje... Nee, serieus, een bakje peren in sap. Die peren die waren geoogst, wat was het, in Thailand. Die waren verpakt in Argentinië. En die werden in Nederland verkocht. Nou, weet je, dan denk ik, schiet mij maar lek. Wat zijn we met z'n allen, wat zijn we aan het doen? Eet seizoensgroenten. Weet je, de mandarijnen, die kunnen wij zelf niet tellen. Die moeten maar uit Spanje komen. Maar appels en peren, doe dat. Stop met dat rare gevlieg. Ik bedoel, we hebben hier laatst ook een keer een werkbezoek gehad naar Wening. Helaas kon ik zelf niet mee, ging over woonruimte overigens. Er wordt al als eerste optie gegeven dat we kunnen vliegen. Denk, Wenen, er gaat gewoon een trein van Amsterdam naar Wenen. Dus kunnen we gewoon doen. Dus dat is mijn bijdrage, zeg maar, aan de stikstofuitstoot. Maar ik vind dat we dus met z'n allen als hele samenleving gewoon heel goed moeten nadenken. Heb je die slippers nodig? Heb je die bordjes nodig? Zeeschepen uit China varen de hele wereld over om voor ons allemaal spullen te brengen. Daar wil ik zeker naar kijken. En daar vind ik ook zeker dat daar wat moet gebeuren. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Nee, we doen interrupties echt in drieën. Ons lopen echt te veel uit de tijd. Dan geef ik het woord aan de heer... Thijs, interruptie. Nou, dan probeer ik het nog wel een keer. Ik zou namelijk wel gewoon antwoord willen van mevrouw Van der Plas.
Geef ik zo. Hoe we nou de wet ook vormgeven, de natuur staat er slecht voor, die moet verbeteren. Dus wat voor criterium we ook in de wet gaan doen, moet die stikstofvervuiling in Nederland naar beneden, ja of nee? Ja, sorry, maar moet ik hier nou echt antwoord op gaan geven? Ik zei net heel veel elefanten in te houden. Ja, ik weet niet, misschien heeft u op uw laptop gekeken in de tussentijd, maar ik heb daar gewoon een antwoord op gegeven. Iets met een trein en ik weet niet wat. Ik wil gewoon ja of nee weten. Moeten we nou, hoe we ook de wet vormgeven, moet de stikstofvervuiling in Nederland naar beneden om die natuur in orde te krijgen, ja of nee? Ja, voorzitter, ja. Ik ga herhalen. Ja, u heeft, mevrouw ik Van der Plas heeft net op haar manier... Ik ga nu herhalen. Ja. Nou, daar wij mevrouw moeten... Van der Plas zelf uit. Ja. Wat we moeten doen is kijken als een kritische depositiewaarde wordt overschreden op een natuurgebied. Als dat het geval is, dan loopt de natuur de kans op schade. En die schade kan alleen maar, die wordt alleen maar, of het risico op schade wordt alleen maar groter als die stikstofdepositie doorgaat. Als dat het geval is, moeten we kijken in het natuurgebied. Wat is er precies in het natuurgebied aan de hand? Hoe gaat het precies? Want het is niet in beton geschreven van daar is de depositie te hoog, dus de natuur is daar kapot. Dat moeten we zien of dat zo is. Zegt het PBL ook, hè? Niet mijn woorden, Planbureau van de Leefomgeving. Dan moeten we daar gaan kijken. En als dat het geval is, dan moeten we gaan kijken van hoe kunnen we die natuur dan daar herstellen. Want dat is waar het om gaat, natuurherstel en natuurbehoud. Hè, dat is wat die hagelbui die wij Europa noemen zegt. Dat is waar we naar moeten kijken. Als daar meer voor nodig, als het met beheersmaatregelen kan, prima. Als boeren van plan zijn of zeggen van joh, ik heb helemaal geen zin meer in al dit gedoe en het is maar, de ellende wordt me veel te veel. Zorg maar dat ik kan verhuizen of verplaatsen, help mij daarbij. Prima, wie ben ik om het tegen te houden? Als een boer zegt, ik wil een vrijwillige uitkoop en geef mij maar een heel goed bod, zoals Remke zegt, prima. Bedrijfsverplaatsing of een omslag naar een bedrijf, andere bedrijfsvoering, als je dat wil, prima. Als we daarmee dat kunnen doen en boeren die willen dat vrijwillig, ben ik niet degene die dat tegenhoudt. Maar we moeten wel goed kijken wat er precies met die natuur aan de hand is. Want er wordt hier maar zo plop geroepen. Ja, de natuur wordt vernietigd en valt om en ik zit op de fiets op de Veluwe. Nou, dan kan ik wel zien dat de natuur in slechte staat is. Of ik rij in de auto naar Den Haag. Nou, dan zien we wel hoor dat de natuur slecht is. Oom denkt dan, nou, vind ik knap. Vind ik knap als je op de fiets zit, dat je dan zien, dat je ook precies kan zien wat er allemaal in de bodem aan de hand is. Ik vind het heel raar. Tot slot, de heer Thijssen. Ik geloof dat mevrouw Van der Plas ja zegt. Ja, de stikstofvervuiling in Nederland moet naar beneden. Want er zullen vast gebieden zijn waar dat zo is. Het is ook zo dat bijna de helft van de stikstofvervuiling nog steeds uit de landbouwsector komt. Ondanks het feit dat die sector de afgelopen 30 jaar al heel veel reducties heeft gedaan. En ik denk dat dat een belangrijke constatering is dan in ieder geval van dit debat. En ik wil nog wel even zeggen dat er hier niet beleid wordt gemaakt op een minister of een Kamerlid die over de Veluwe fietst en anders bedenkt, hé, we moeten iets met stikstof. Er zitten decennia lang aan onderzoek van allerlei wetenschappers achter die dat valideren. En op basis daarvan proberen wij hier behoorlijk beleid te maken, zodat de natuur weer sterk wordt en we weer huizen kunnen bouwen. Mevrouw Van der Plas. Ja, kijk, die 40% wat door de landbouw komt, hebben het natuurlijk voornamelijk over ammoniakuitstoot. Want een boerderij is geen auto, een boerderij is geen vliegtuig en een koe ook niet. Dat komt natuurlijk ook wel mede, omdat alles gewoon, we moeten gewoon tot 38 cijfers achter de komma alles registreren in Nederland. Waar heel veel andere bedrijven gewoon zonder natuurvergunning werken. Of die mogen hun eigen stikstofuitstoot opgeven. Hebben we gezien met Tata Steel. Die mocht al opgeven wat ze wilden. En uiteindelijk bleek uit onderzoek dat het eigenlijk veel meer was dan dat ze hadden opgegeven. Dus ja, uitgaande van die cijfers. Maar boeren doen dus ook al heel veel. Boeren zijn helemaal niet zo van, ja, we willen niks en laat ze allemaal de rambam krijgen in Den Haag en we doen maar gewoon. De boeren zijn, nou, ik denk dat boeren die bewegen al eeuwen mee. Hè. Boeren in Nederland hebben ook echt alles gedaan wat de maatschappij van ze vroeg. Alles gedaan. Ze bewegen constant mee. Maar ze willen wel duidelijkheid en ze willen ook perspectief en ze willen een toekomst hebben. En laten we niet vergeten, tot slot, voorzitter, dat 32% van de stikstof uit het buitenland komt. En dan ben ik altijd nog wel even benieuwd naar hoe we dat gaan aanpakken. Hoe we die stikstof naar beneden gaan krijgen. Want dan moeten we dan een koepel zetten om Nederland, om zeg maar, die stikstofuitstoot niet meer te hebben. Maar goed, dat is een heel andere vraag. Heer Boswijk, ik geef u nog de gelegenheid om nog twee vragen in totaal te stellen in eerste termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beetje strenger worden. Ja, heel goed. Nou, wat betreft de laatste opmerking van mevrouw van der Plas, dat is inderdaad ingewikkeld. Stikstof vanuit het buitenland is ook een groot probleem. Maar tegelijkertijd worden we wel geholpen. Hè. België natuurlijk loopt tegen dezelfde grenzen als wij. Duitsland inmiddels ook. Dus het is een kwestie van tijd dat ze daar ook gaan reduceren. En het kabinet heeft toegezegd om daar ook flink op in te zetten, ook in Europa. Maar waar ik even een vraag over wil stellen, want ik ben het volledig met mevrouw van der Plas eens dat de natuur, of zoals ik het liever zelf noem, de schepping, te ingewikkeld in elkaar zit om het allemaal op te hangen aan één indicator, de KDW en stikstof. Ik zeg daar niet bij dat stikstof helemaal geen probleem is, dat denk ik namelijk wel. Maar dat is wel de reden geweest dat ik met collega Bisschop de afgelopen anderhalf jaar twee keer moties heb ingediend. Ik heb gezegd tegen het kabinet, focus veel meer op de staat van instandhouding. Ga fysiek die natuurgebieden in, ga kijken wat die staat van die natuur is. En dan kom je inderdaad tot de conclusie dat het waarschijnlijk toch wel vaak stikstof zal zijn, maar soms ook hydrologie of water of beheer of wat dan ook. Dat zegt Remkes op dit moment ook in zijn rapport. En het kabinet omarmt het. Integraal. Innovatie, de vrijwillige stoppersregeling, maar ook de staat van instandhouding. Dan verbaast het mij toch als het kabinet en in dit geval minister Van der Wal dit omarmt, dan zou u toch op de banken moeten staan om te juichen. Dat u denkt, nou, eindelijk gaat er iets gebeuren waar u voor heeft gepleit, waar ik voor heb gepleit. En u komt met een motie van wantrouwen. En dan denk ik weer aan de pasmelder die vandaag dat handhavingsverzoek heeft. Dan denk ik, nou, wat is in het belang van die pasmelder? Is dat ik nu politieke chaos creëer? Of is het dat we anders de brandweer aan de gang gaan, dat we dit gaan uitvoeren? Nou ja, ik heb gezegd, de minister van Landbouw kan dat dossier gewoon overnemen. Dus hoeft dat maar geen vertraging te zijn. Tot slot. Ik heb altijd maar één minister gehad van LNV. Dus ik zie helemaal, helemaal niet in waarom we, maar goed, dat is een ander verhaal, überhaupt een extra stikstofminister moeten hebben. Als het al, en dat valt dan onder het departement van Landbouw. Terwijl onder INW is dan zeg maar de volgcommissie. Dat vind ik ook al raar. Maar goed, ook dat is weer een heel ander verhaal. Tot slot, dus, de heer Boswijk. Maar de minister Adema kan het prima op zich nemen, denk ik. De heer Boswijk. Voorzitter, ik denk dat het heel erg goed is dat we twee bewindspersonen hebben. Want we hebben één iemand die moet vooral op de economische kant. Die is minstens zo ingewikkeld als de ecologische kant. Want zelfs stel dat we geen stikstofprobleem zouden kunnen hebben. En ik ben het helemaal niet vaak met meneer Klaver eens. Maar ik heb ook wel eens momenten dat ik uit bed stap. Dat ik denk van, ik wou dat geen probleem was. Dan was het nog ontzettend ingewikkeld. Want economisch is het ook heel erg moeilijk om perspectief te bieden. Dus ik denk dat het goed is dat we twee bewindspersonen hebben. En ik denk ook dat mevrouw van der Plas het met mij eens moet zijn dat die opgave zo ontzettend ingewikkeld is. Ik ben het ook eens dat het kabinet zeker grote steken heeft laten vallen. Maar ik denk nu zijn we juist op een punt gekomen dat we eindelijk op de inhoud met elkaar eens zijn. Daar zouden we toch moeten zeggen, minister, ik geef u het voordeel van de twijfel. We gaan nu vooral hard beginnen en zorg dat we heel snel naar die staat van instandhouding kunnen gaan. Dat zou veel constructiever vinden. Net zoals ik het veel constructiever zou vinden als de heer Klaver meer op het perspectief zou gaan zitten dan op het intrekken van vergunningen. Als we dat nou van links en van rechts allemaal zouden doen en jullie komen allemaal iets meer uit het CDA, dan hebben we het opgelost. Mevrouw van der Plas. Ja, de kring van CDA's wordt wel iets kleiner in de laatste tijd. Dus dat. Ja, sorry. Het is niet naar de heer Boswijk zelf. Want ik vind de heer Boswijk echt een prettige collega. En heel gedreven, vol passie bezig. Ook op het dossier Defensie. Dat zie ik ook heel vaak. Dat terzijde. Ingewikkeld. Maar we hebben het ons wel gewoon heel ingewikkeld gemaakt. Dat is het. Dat is het feit. We moeten het onszelf iets minder ingewikkeld maken dan. En ik snap niet waarom we gewoon jarenlang met een minister van LNV hebben kunnen doen. En dat daar nu ineens dan een extra minister moet komen. Met weer allemaal aparte bevoegdheden en aparte taken. Dat begrijp ik niet zo goed. Dus ik zie dat niet in. Kijk, en ik heb aangegeven in mijn inbreng. Die fout die bij het RIVM wordt gemaakt, is gewoon echt een hele grote grove blunder. Waar ook boeren gewoon echt schade door hebben opgeleverd. Want die boeren zijn bijvoorbeeld ook, die komen ook met naam en toenaam in de krant te staan. Dat levert ook gewoon in hun buurt voor het draagvlak schade op. En over draagvlak gesproken. Ik denk met alle respect nogmaals voor de persoon mevrouw van der Wal. Want zeker daar wil ik niks op afdingen. Maar ik heb het gewoon puur vakinhoudelijk op de minister van der Wal. Die heeft gewoon geen draagvlak in de sector.
Spijt me dat ik het zeg. Je hebt gewoon geen draagvlak. En je hebt wel draagvlak nodig ook in deze sector, met alle uitdagingen die er zijn, om het zeg maar tot een goed einde te brengen. En kijk, die blunder die gemaakt is met het RIVM is al maanden. En we weten nog niet eens in welke andere producten het zit. Hè. Ik heb geen idee of er nu ook in andere zaken, hè, waar beleid op is gemaakt, met foute gegevens, wat voor gevolgen dat heeft gehad. En dat zal ik er dan ook bij zeggen, nu u er naar vraagt, meneer Boswijk. Ik neem het de minister ook heel erg kwalijk dat ze eigenlijk in een vloek en een zucht meteen eigenlijk heeft gezegd alles bij het RIVM heeft geschoven. En ik vind, formeel is, valt RIVM onder Kuipers, dat weet ik. Maar ik vind wel dat je gewoon, als je minister bent, dan moet je eigenlijk ook nog zo chic en groot zijn om te zeggen, maar ik reken mij dit zelf ook aan. Ik ben eindverantwoordelijk voor dit hele beleid. En dat vind ik gewoon heel kwalijk dat dat niet is gebeurd. Dank u wel.